Heel goedenavond, u kijkt naar het journaal van donderdag 23 december. Fractievoorzitter Brinkman op bezoek in rampgebied Venlo. Het is allemaal veel erger dan hij dacht. Aan schadevergoedingen wil hij serieus aandacht besteden. Het gebouw van Van Enkevoort in Blerik is bezweken onder het Maaswater. Een deel van de muur is losgeslagen. Verder bewoners Venlo-Zuid geëvacueerd dankzij hulp van het leger. Miljoenen schade voor Venlo, vooral voor het bedrijfsleven. En ramp is een regelrechte herhaling van 1984, toen het water ook voor enorme schade zorgde. Het water staat de Venlonaren letterlijk tot aan de lippen. Dit schrijft de CDA-fractie vanmiddag aan de Venlose Raad. Ze wil dat het college druk uitoefent op Den Haag voor schadevergoedingen. Er is voor miljoenen schade geleden. We legden de vraag vanmiddag voor aan fractievoorzitter Brinkman van het CDA. Hij was op bezoek in Venlo. Ja, hier hebben we gestaan op die hoek. Ja, zeker. Nou, het is plus voor alle drie in de kelders en. Ja, want die hebben die luiken wel dicht. Een schade, hè? Wat? Een schade. Ik kom hier net aan. Ik ben in Roermond geweest, nu hier in Venlo. Het is toch heel zorgelijk, omdat er natuurlijk wel gewaarschuwd was voor het stijgend water, maar niet dat het zo snel zou gaan. Enfin, we zien het hier voor ons. Ja, waar je natuurlijk met name je hart voor vasthoudt, is wat zal er gebeuren als straks het water weer zakt. In de zin van, er is natuurlijk heel veel verstopt verdriet ook. Nou heeft de VVD hier aangedrongen aan het college om in Den Haag te vragen om hulp en ook om geld voor schadevergoedingen. Want er is hier voor miljoenen schade aangericht, vooral bij ondernemers. Wat vindt u van dat verzoek? Nou, ik geloof dat het heel belangrijk is dat we nu heel snel proberen de zaak niet alleen in ogenschouw te nemen, maar ook een overzicht te krijgen. Dat kan eigenlijk vandaag nog niet goed genoeg. Ik vind dat we voorzichtig moeten zijn met al te snel nu te zeggen we regelen het even zus of zo. Maar dat er problemen zijn, dat is heel duidelijk. Dus daar mogen we ook, denk ik, met elkaar niet zomaar voor weg lopen. Maar ik vind niet dat ik hier nu even op een willekeurige hoek van de straat, terwijl er overal in het gebied problemen zijn, moet zeggen nou dat wordt even geregeld. Maar het is duidelijk dat we nog niet uit de problemen zijn met elkaar. Maar het is ook denk ik niet dat ik wat ik vraag, dat wordt even geregeld. Maar denkt u dat de ramp groot genoeg is voor Den Haag om veel geld beschikbaar te stellen om veel mensen de grote schade die ze op dit moment lijden te kunnen vergoeden? Nou, het is een buitengewoon lastige situatie. Ik weet dat een Kamercommissie op dit moment her en der in het gebied is om zich te oriënteren. Die gaat in eerste instantie over de belangrijke vraag die u hier stelt. Ik wil dat niet beleggen van mijn kant met een stelling. Wat vindt u nou zelf? Ja, maar ik ben hier natuurlijk weliswaar als privépersoon voor dit moment, maar tegelijkertijd heb ik ook een politieke verantwoordelijkheid. Ik ga nu niet even die discussie beleggen met een stelling op voorhand. Het is buitengewoon ernstig hier. Dat zeg ik niet zomaar, maar dat kan iedereen zien. Dus we zullen daar zeker nog nader met elkaar over spreken. Mag ik daaruit concluderen dat u een voorstander van bent dat er in ieder geval geld voor komt? Hoeveel, dat blijft dan nog ter discussie? Ik ben er voorstander van dat heel zorgvuldig nagegaan wordt met de organisatie die hier verantwoordelijkheid dragen, hoe we dit probleem kunnen verlichten voor mensen. Slot, bent u geschrokken van wat u hier gezien heeft? Ja, ik vind het buitengewoon veel ernstiger dan wat er op het journaal is te zien. Dat kan natuurlijk alleen maar een overzicht geven. Dat is al ernstig, maar wat je natuurlijk merkt op een tocht als vandaag, ik ben niet alleen in een drukke winkelstraat, maar ook elders geweest, ja, dat het de mensen zeer individueel natuurlijk buitengewoon raakt. En dat komt op een journaalbeeld natuurlijk maar heel snel en heel betrekkelijk over. Wat heeft op u het meeste indruk gemaakt vandaag? Ja, de massaliteit. Zoveel mensen, het zijn niet alleen maar verspreide plekjes met een paar huizen, maar het is heel massaal langs het hele gebied en dat is heel zorgelijk. Gaat u nu nog doen? Ik ga nu eerst nog een stukje Venlo in en dan verder noordwaarts nog een stukje langs de Maas. Ik had het net over vragen van de VVD. Dat is niet juist. Het moesten vragen van het CDA zijn. Dus van zijn eigen partij kwamen die vragen om vergoedingen voor de schade. In eerdere journaals vanmiddag zag u een opsomming van de gebeurtenissen vanaf gisteravond tot vanochtend vroeg. Daar gaan we straks weer mee door tot en met het einde van de middag. Aan het einde van deze reportage hoort u weer de laatste nieuwtjes van gemeentevoorlichter Jan van Haperen en de voorspellingen voor vannacht. Hoe hoog komt het water en hoe laat precies? Maar eerst gaan we naar Blerik. Daar stortte vanochtend een deel van de winkel van Van Enkevoort in. Vanmorgen om 1:06 begint volgens een buurtbewoner het pand te scheuren en te kraken.
Om 11:00 komt plotseling een deel van de zaak naar boven en slaat los van het winkelpand. De brandweer probeert nog te redden wat er te redden valt, maar tevergeefs. Het water richt veel schade aan. Hoe hoog de schade precies is voor Van Enkevoort is nog niet bekend. Dan de rest van de dag. We gaan eerst terug naar vanochtend, op de Tegelsweg. Daar probeerde men met man en macht, zoals op vele andere plekken in de stad, met zakken zand het water van de Maas tegen te houden. Maar tevergeefs. Hier en daar komen ons pinnen omhoog, heb ik al gezien. Dus, Heb je de hele nacht gewerkt? Ja, de hele nacht. Ja, een uurtje geslapen, maar of geslapen eigenlijk niet. Ja, ik laat niet echt je rust even van het zandzakken sjouwen en vullen. Maar... Ja, ik eruit. Radio staat voortdurend aan? Ja. De radio staat steeds aan, ja. Zolang als het er nog is. Ja, beneden en boven. Ja, boven staat de televisie aan en de stadsomroep erop en hier met de radio. En dan maar kijken hoe lang dat gaat. Heeft u de hele nacht gewerkt? Ja, de hele nacht. Gisterochtend 6 zijn we opgestaan en om 6:30 zijn we naar hier gegaan. Daar kwamen we dus aan om 10:10 en toen kwam we meteen aan de slag. Van welke kazerne komt? Havelte. En wat heeft u precies gedaan vannacht? We kregen een opdracht om in het centrum zandzakken te leggen. Nou, dat was helemaal niet meer nodig, want het lag al helemaal blank. Toen zijn we dus door de straat heen gereden. En toen kwam ik in contact met mensen die dus uit het huis houden, want het stond helemaal blank. Ze hebben een aantal mensen uit de huizen gehaald. Achter in de viertonnen. We hadden een rubberbootje bij ons van de verkenning. Dus, kom mooi. Ja. Alleen, u heeft het niet droog gehouden? Nee. We hadden geen lieslazen, dus op een gegeven moment werd het wel koud. Geen vervangende... Nee, daar wachten we nou op. Gemeenschapshuis De Zwaanhof is veranderd in opvangcentrum. Ja, momenteel wel, ja. Dus. Hoeveel mensen heeft u hier? Op dit moment zijn er 20 mensen aanwezig, waarvan er dus 8 hier geslapen hebben vanaf, met de kinderen. Hoeveel mensen verwacht u nog? Nou, dus, ik denk dat we aan het water liggen, maar ik denk dat we toch vandaag nog wel een, verschillende mensen zullen ontvangen, die dus nu boven geslapen hebben en dadelijk dus naar beneden kijken en heel veel water over heen zien. Maar heeft u nog genoeg bedden staan? Ja, we kunnen dus 100 mensen opvangen. Op dit moment. U heeft vannacht hier geslapen? Ja, voor het eerst, ja. Waar woont u normaal? In Anne Frankstraat. En daar was het hopeloos? Nou, het ging hoofdzakelijk om mijn vrouw. Omdat dus invalide is, ze durfde ik daar eigenlijk niet zo goed af te wachten. Want als iets gebeurt, dan je weet maar nooit wat er dan gebeurt. Dus ik was het dan een beetje voor om hier naartoe te gaan. Ja. Een beetje kunnen slapen? Redelijk, gelukkig wel. Zo. Toen we vandaag niemand de koe meer voor meer op zijn werk kunnen krijgen. De sperk zat. Al de hele nacht bezig? De hele nacht. Ja. Dit is de laatste uurtje en dan ga ik naar huis toe en dan kap ik ermee. Bent u voor alle winkels aan het werken? Nee, we zijn hier bezig. Dit gedeelte moet dichtgegooid worden, want anders kom ik later weer binnen. Maar je ziet wel, hè? Gisteren stond er nog helemaal niks. Nu staat het helemaal vol. Dus. Is lang niet zo geweest? Nee, nog nooit. Ik heb het tenminste in mijn 44 jaar dat ik woon en leef, heb ik het nog nooit meegemaakt. Maar voorzichtig. Zo weinig winkels open gaan vandaag? Ik denk je niet. Vanmorgen hoorde ik al op de radio dat ze Duitsland waarschuwen zijn dat de Duitsers weg moeten blijven. Daar komen de bootjes aan. Naar rechts. Kijk eens. Ja, het ligt niet anders. Heel spijtig. Maar we kunnen niet werken, we kunnen niks doen. Nee. Het is een regelrechte catastrofe. Kersttollen moeten op deze manier uit de bakkerij worden aangezaaid. Ja, zeker. Het is maar een heel klein deel van de productie. Deze zijn in feite besteld. Een grote klant hebben die nodig. En, meer kunnen we niet meer doen. Nee. Het gaat niet meer. Hij heeft vannacht wel doorgewerkt? Nee, hebben we niet gekund. We hebben 3:00 vandaag begonnen. En, in de winkel stond er niks. En in de bakkerijen was het helemaal vol. Die putjes die stroomden gewoon helemaal over. Dus... Hoe groot is de schade voor u? Ja, qua omzet natuurlijk enkele duizenden guldens.
Dat kan ik nog niet precies zeggen, maar materiële schade, ja, dat hebben we zoveel mogelijk weten te beperken door alles op verhogingen te zetten. Wat is de schade voor de winkeliers op de parade? Ja, tonnen denk ik. Ik denk tonnen. Ik zou dat niet zo 1, 2, 3 durven te zeggen. Dit is in ieder geval nog een bestelling die u nog wel gaat, ja, zeker weten. Gaat bezorgen. Zeg, ik loop door, want ja, mijn voeten zijn kletterman. Kom je even kijken? Of, Nee, wij hebben hier de zaak. Want ik heb Krij Lamers hier op de parade. Oh. En daar wou ik graag naar binnen, maar ik zie dat het niet meer lukt. Nou, dat lukt wel, in de kruiwagen. Ze moeten dus de laarzen maar even brengen. Mijn man en mijn zoon zijn er al, maar het zal vandaag geen verkoopdag worden. De winkel kunnen dus gesloten houden. Wat gaat u doen? Wat we gaan doen, ja, de telefoon zal rood gloeiend staan. We proberen de mensen te helpen die dus de bestellingen af willen komen halen of af zouden komen halen. En die proberen we te helpen door het water en dan verder te brengen, zeg maar, waar het water niet staat. Tegen dit soort zaken kun je je niet verzekeren? Nee, nee. Helemaal niet. En zeker met de kerstmachine, ik bedoel, dat is toch voor iedereen, voor iedere zakenman, is dat een topdrukte waar we soms het hele jaar toch naartoe leven voor de zaak, dat de zaak goed draait. Rampzalig voor de ondernemers van de binnenstad? Ja, zeer zeker. Zeer zeker. Dat is niet. De weg afgesloten is. Of opleidingen. Of opleidingen. Maar ze moeten uiteindelijk naar uiteindelijk, het gemeentehuis, daar moeten ze zich melden. Moeten ze zich melden. Of dat de burgemeester zelf is, dat interesseert me niet, maar daar worden ze opgevangen en daar horen ze desbetreffend actie in. Dat geldt voor jou. Ja? Ja? Succes. Succes, mannen. Bedankt. Ja. Net zo goed als gisteravond. Ja? Hoi. Precies. Dichtbij. Doorgekomen dat de vrachtwagens niet meer bij de huizen konden komen omdat het te diep was. En vandaar dat de boten in moeten gezet worden. En de eerste boot is al aan het verkennen waar de grootste concentratie is van mensen om daar de mensen van te evacueren. Gaat het om mensen die echt niet meer wegkomen? Ja, ik begreep dat er best wel een paniekstemming was van waar moeten we heen, hoe komen we terug. Geen idee om hoeveel mensen het gaat? Nee, geen idee. Dan bent u 8 boten aan het oppompen, dus u houdt rekening met een grote groep? Ja. Ja, want er zijn 2 boten naar Arsen, want daar waren niet zoveel mensen. En hier verwacht ze een grote groep mensen, dus vandaar dat we met 8 boten hier zijn. Ja. Zijn er nog ongevallen, hebben zich voorgedaan? Niet dat ik weet. Niet dat bekend is. Hoe lang denkt u dat deze operatie gaat duren? Geen idee. Oh, dat hondje. Dan. Ja, dat stukje. Nee, nu wel. Lukt dat nog wel? Kijk wel even.
kun je ook aan de opvang doen. Nou, heb je ze? Bakker. Ja, hij kan wat nat zijn, zie je. Ja. Wat moet je dit hebben? Heb je hem nu, hè? Wij staan in de, ja? Ik ben hier daar. Ik ben op de... Daar zijn ze op mij het wachten. Daar weet ik. Ik kan links kun je mooi de fotograaf al opnemen. Ja. Kunt u bij die deur komen of niet? Zo moet kat. Een kaart? Ja, dat is een kat. Ah, een kaart. Zo. Dat is een kaart. Daar zijn hem dan mee. Thank you.
Maar wij hebben een grote punt van ja, die hebben er ook nog alles staan. Dat is ook niet te redden, de kerstboom. Ja, onmogelijk. Zo'n hoor, vallen. Naast het nieuws is dat de hoogte van het water, de voorspelde top van 18,40 meter, dat blijft ook zo. Alleen de tijd waarop het gaat komen is wat eerder gekomen. We gaan nu tussen 6 en 9 uur vanavond de hoogste stand bereiken. Alleen misschien toch een teleurstellende mededeling. Op het moment dat het hoogste punt daar is, op datzelfde moment blijft het water heel lang op diezelfde hoogte. En waar naartoe? Zowel aan het Thomas College als naar Den Hulster, als naar de Zwaanhof en de Rijgerstraat. De evacuatie is vlekkeloos verlopen of hebben ze er problemen voor gedaan? Nou, evacuatie is natuurlijk altijd moeilijk om mensen ervan overtuigen dat het verstandig is om huis en haard te gaan verlaten. Dus het is nooit echt makkelijk. Maar we zijn bijvoorbeeld met boten Venlo-Zuid ingegaan om mensen die weg wilden, om die uit de huizen weg te halen. En ze dan vervolgens met lege voertuigen naar de hooggelegen gebieden te brengen. Die huizen staan nu de hele avond leeg. Wie zorgt daarvoor? Die huizen staan leeg. De politie zorgt dus dat er goed toezicht is. Dat mogen wel duidelijk zijn. Hoeveel man zijn daarvoor ingezet? Aantallen van de inzet van politie weet ik niet. Ik weet wel dat de hele regio Venlo in het hele gebied bezig is om het werk te doen wat ze moeten doen. Dus vanavond wordt het hoogste peil van het water verwacht tussen 6 en 7 uur. Tussen 6 en 9 uur. Even kort samengevat, de maatregelen voor vanavond.
De maatregelen van vanavond zijn eigenlijk de maatregelen die we voor de hele alle dagen al hadden. Alleen nu toegespitst op het hoogste punt. Je bent continu bezig om te vechten tegen het water en de nadelige effecten van dat water zoveel mogelijk terug te dringen. En daar blijven wij hier gewoon mee doorgaan. Dat betekent dus gewoon mensen helpen waar je kunt en zoveel als je kunt. Wij adviseren de mensen in Hagen of West dringend om te melden dat ze geëvacueerd willen worden via de kabelkrant. Of via het gemeentelijk informatiecentrum kunnen ze daarvoor de nummers krijgen. Het is verstandig om dat besluit te nemen zolang het nog licht is om weg te gaan. En een dringend advies daarbij is, zorg ervoor dat u ook droge kleding bij u heeft. Dat u dus niet tijdens de evacuatie nat wordt en vervolgens geen reservekleding bij u heeft. Nog kort even, welk gebied ging het? Met name om Hagen of West, maar ook andere mensen uiteraard die zich niet happy voelen. Meld het zolang het nog licht is. En dan heb ik nog een laatste bericht. De watersnoodstaf van Venlo adviseert de bewoners van de volgende straten dringend kenbaar te maken dat ze geëvacueerd willen worden. Dat kunnen ze doen door een wit laken buiten het raam te hangen. Het gaat om de volgende straten. Op Den Hamel, Hamelstraat, Anne Frankstraat, Mathilde Wieboudstraat, het achterste deel van de Tegelseweg en de Kruzemanstraat. De bewoners worden opgeroepen via megafoons door het leger. Dit was het voor wat dit journaal betreft. Rest mij u nog mee te delen dat er om 10:00 vanavond een korte extra uitzending zal zijn met de laatste nieuwsberichten door Jan van Hapen. Ik wens u een prettige avond toe. Huizen gehaald. De hele dag vliegen heli's van de marine boven het getroffen gebied tussen Maastricht en Venlo om mensen op te halen. Venlo staat voor een groot deel onder water. Het ziekenhuis is onbereikbaar geworden. Hier zag men de bui al hangen, zodat de helft van de patiënten naar huis is gestuurd. De polyklinieken zijn gesloten en bezoek is niet mogelijk. In de stad zelf zijn inmiddels officieel 470 mensen geëvacueerd. Maar dat moeten er volgens de reddingsdiensten veel meer zijn. Er zijn ook reddingswerkers uit Duitsland actief. In grote delen van de stad is de elektriciteit uitgevallen en ook de telefoon en de televisie. Ook in de buitengebieden is het flink mis. In deze huizen staat 60 tot 80 centimeter water. Klote, dat is gewoon duidelijk. Ja, hoe moet je ermee? Afwachten. De bewoners zoeken nog wat spullen bij elkaar en gaan er vandoor. Gisteravond hebben wij hier alles moeten leegmaken, opruimen en alles op zo hoog zetten. Het bed staat zo hoog. En toen was het al nat. Het water komt zo snel. En dan moet je rennen en is de helft nat. En dan moet je zien als het nu weg is. Wat er nog van de vloerbedekking is, niks maar goed. Nee. Niks maar goed. Deze familie wordt geëvacueerd door de reddingsbrigade uit Egmond aan Zee. Gisteren zijn we vertrokken. Eerst ben we in Stijn geweest, toen in Roosteren. En vanmorgen om 6:00 ben we opgebeld om hierheen te gaan. En hoe lang moet u nog door vandaag? Nou, ik denk dat we pas de eerste keer thuis zijn. Dat hopen we. En dan komt de aflossing voor ons. De familie Schneider wordt ondergebracht bij particulieren. Familieleden wonen niet in de buurt en ze willen toch niet al te ver weg van hun huis. Honderden mensen logeren inmiddels bij particulieren. De gastvrijheid is hier groot. Hey, blijven jullie hier? Nou, nog een uurtje, zo even wat mensen. Het water rond Venlo blijft maar stijgen, waardoor nog meer gebieden onder water lopen. In Meers bij Stijn, waar gisteren 1/3 van de bevolking moest vertrekken, is het water aan het zakken. Een groot deel van de mensen gaat terug naar huis om te kijken of in hoger gelegen huizen om te blijven. En dan is het schoonmaken geblazen. We zijn vandaag het leegruimen en de rommel aan het opruimen. En dat het een beetje leefbaar wordt, dat we ook koffie kunnen maken. Ja. En verder zien we wel verder. In Meers is constante herrie van waterpompen en helikopters. Ja, Floor is echt naar de knoppen. Ja. Al die jaren heel erg zuinig op geweest, nu is in één dag, is hier weg. Verder stroomafwaarts in Arsen zijn de beroemde kasteeltuinen onder water gelopen. De dieren zijn in de loop van de dag weggehaald.
In het kasteel zelf staat 20 centimeter water. Is het waterpeil in Tegeltje van 24 december 1880. In 1784 steeg het water op 28 februari tot hier. En ja, een Tegeltje voor 1993 misschien. De 700 geboekte tafels voor het kerstdiner zijn inmiddels afgezegd. Er is sprake van een lichte daling van het waterpeil tot maximaal 1 centimeter per uur. Tussen Roermond en Belfeld stijgt het water 2 centimeter per uur. Van Belfeld tot aan Sambeek een lichte stijging van 1 centimeter. En tussen Sambeek en Graven 5 centimeter per uur. Van Graven tot Megen iets minder, een stijging van 4 centimeter per uur. Koningin Beatrix heeft het rampgebied vanmorgen bezocht. En ze was onder andere in het kerkdorp Meer. Gekondigd. Mensen die zich in gebieden bevinden waar water is en die zich daar met de auto bevinden terwijl ze daar niets te zoeken hebben, daarvan wordt de auto in beslag genomen. En ter bescherming van winkels en woningen is er ook een verordening afgekondigd tegen plunderaars. Die gaan in ieder geval onmiddellijk achter de tralies en zullen daar dus de kerstdagen moeten doorbrengen. Zojuist hoorden wij dat in Arsen de burgemeester een verplichte evacuatie heeft afgekondigd met brandweerlieden uit Duitsland en met militairen. Moeten vanavond nog alle mensen uit Arsen worden weggehaald. En tot zover onze berichtgeving over de watersnood in Limburg. Ontruimd. De hulp wordt gecoördineerd vanuit het crisiscentrum in Venlo. En daar staat nu ook verslaggever Betty Lamers. Ja, en vanavond zijn grote delen van het dorp Arsen geëvacueerd. De mensen zijn door brandweerlieden uit Duitsland en militairen uit hun huizen gehaald. De burgemeester had via een noodverordening aan honderden mensen de verplichting opgelegd om hun huizen te verlaten. Ook in Venlo is inmiddels een noodverordening van kracht, maar die is vooral bedoeld om ramptoerisme en plundering tegen te gaan. Degene die zich in gebied dat onder water is gelopen bevindt met de auto en die daar niets te zoeken heeft, van die mensen wordt de auto onmiddellijk in beslag genomen. En een lik-op-stuk-beleid is afgesproken met justitie om plundering van winkels en woningen tegen te gaan. Plunderaars gaan de kerstdagen achter de tralies. Nog steeds varen tientallen reddingswerkers door de straten van Venlo. De stroom is uitgevallen en dat maakt het werk er niet makkelijker op. Er zijn steeds mensen op dit stuk die geëvacueerd willen worden. En we zijn er druk mee bezig. Maar de situatie wordt bemoeilijkt doordat alle stroom is uitgevallen. Kijk maar om je heen, het is donker. Nog steeds worden bewoners uit hun huizen gehaald. De meesten gaan logeren bij vrienden of kennissen, maar sommige families bivakeren al de hele dag in het opvangcentrum het Zwanenhof en zullen hier ook de kerstdagen moeten doorbrengen. Ik denk dat wij wel misschien wel 3-4 dagen hier moeten blijven. Want het water, zo zeggen ze, dat er nog iets zou stijgen en dan duurt het altijd nog een hele tijd voordat het water gaat zakken. En we kunnen nergens naartoe. We zitten hier, wat we aan hebben, hebben we. En voor de verre rest zijn we alles kwijt. Op sommige plaatsen zijn mensen vandaag met helikopters uit hun afgelegen huizen gehaald. De hele dag vlogen de heli's van de marine boven het getroffen gebied tussen Maastricht en Venlo om mensen op te halen. Venlo stond vanmorgen al voor een groot deel in het water. Ook het ziekenhuis is onbereikbaar. De helft van de patiënten is naar huis gestuurd. Op sommige plaatsen staat het water halverwege de voordeur. Vanmiddag was hier het water nog niet op het hoogste punt. De bewoners worden door de reddingsbrigade uit Egmond aan Zee geëvacueerd. Op dit moment wordt op sommige plaatsen in Venlo, zij het hoog en droog, toch nog een feestje gevierd. En in het Noord-Limburgse Gennep wordt met spanning afgewacht of de dijken van de Maas en de zijrivier de Niers het houden. In een brief heeft de burgemeester de bewoners van de bedreigde gebieden opgeroepen klaar te staan voor een eventuele evacuatie. De strijd tegen het hoge water gaat ook in Gennep en omgeving zeker de hele nacht door. De situatie is kritiek. Het water stijgt gestaag. De dijken die op doorbreken staan worden in alle eil versterkt. Vast staat dat als hier een van de dijken het begeeft, het hele dorp onder water komt binnen een uur. In het informatiecentrum komen steeds meer mensen die willen weten of hun huis in de gevarenzone ligt.
groene gebied in ieder geval. Ja, op dit moment is de stand, als je het laatst doorgekeken hebt, ongeveer 12,5 meter tot aan de oude dijk. De voormalige dijk waar dus de rest bovenop gelegd is. En we zien we wachten maar. Hoe is de situatie bij uw huis? Nou, op het ogenblik nog goed. Ja, we zitten nog te hopen dat het overal blijft. Maar daarom zijn we wel even kijken. Om of we maatregelen moeten nemen, spullen naar boven steken of zo. Ik hoop van niet. De laatste 24 uur is het water in de Maas en in de zijtak de Niers meer dan een meter gestegen. Een stijging die sinds 1926 niet meer is voorgekomen. De hele dag zijn de bewoners bezig geweest met nooddijkjes, zoals hier in het kerkdorp Ottersum. De mensen die direct aan de oevers wonen hebben uit voorzorg hun huizen al ontruimd. De bewoners voelen weinig voor evacuatie en denken dat ze met zandzakken het wel redden. Een enkeling neemt geen risico en gaat de kerst bij de familieleden vieren. Omdat we het hier al meer dan meegemaakt hebben, dat de boeren op zo'n warme kamer gezeten hebben. Nou ja, en, ja, en nu zeiden we, we komen een meter hoog, een meter was bij. Dus een, neem het zeker voor dan zeker. En de hoogste stand wordt in de kerstnacht bereikt. Niet uitgesloten is dat dan tal van mensen toch nog moeten worden geëvacueerd. De bewoners van 3 Zuid-Limburgse dorpen waren vanmorgen verbaasd, maar ook blij toen koningin Beatrix onaangekondigd op bezoek kwam in het gebied dat door de watersnood is getroffen. De koningin was vanmorgen in de dorpen aan de Maas die erg hebben geleden onder de wateroverlast. Inmiddels is het water hier zo'n 60 centimeter gezakt. Maar veel inwoners van Meers, Grevenbricht en Born zijn nog geëvacueerd. Degenen die waren gebleven kregen de gelegenheid even de hand te schudden van de koningin en een praatje te maken. Nee, gelukkig niet. Je weet wat het is, hier spuit het beneden door de muur. Het leven gaat gewoon door, ik moet gewoon de ramen blijven belappen. En ik ga alles klaarmaken voor kerstmis. Hele goede kerst. Ik vind het hartstikke fijn dat u geweest bent. In Duitsland blijft de toestand nog kritiek in de steden langs de Rijn, zoals Koblenz, Bonn en Keulen. In Koblenz is driekwart van de stad ondergelopen door het vele water dat hier is opgestuwd op de plaats waar de Rijn en de Moezel samenkomen. In Saarland is het ergste voorbij. Het water is gezakt en de reinigingsdiensten hebben de handen vol om alles op te ruimen en schoon te maken. In België, zoals hier in de Waalse stad Dinant, is de hoge waterstand in de Maas stabiel. Maar er zijn nieuwe regenbuien op komst. En vanuit Frankrijk wordt ook een nieuwe hoeveelheid water verwacht. Dinant is niet meer per trein bereikbaar. Het kabinet schrapt de bezuinigingen van... Goedenavond, u kijkt naar een extra uitzending van het Stadsomroep Journaal. In deze extra uitzending een gesprek met burgemeester van Graafeiland over een noodverordening en veel meer zaken die hij de afgelopen dagen heeft besproken in verband met de noodtoestand. Daarna, zoals inmiddels gebruikelijk, een gesprek met Jan van Haperen, hoofdvoorlichting, over de stand van het water en nog veel meer zaken, zoals de evacuatie van de mensen in Venlo-Zuid. Die evacuatie is trouwens inmiddels bijna afgerond. Maar we gaan eerst naar de burgemeester. Meneer van Graafeiland, waar bent u de afgelopen dagen geweest? Nou, overwegend in crisiscentra, op straat, op het stadhuis, op het gouvernement. En vandaag een uur of wat op Maastricht Airport, omdat daar minister Meijer aankwam. Die de hele boel in oogenschouw heeft genomen. Daar heeft u precies over gepraat, natuurlijk over die vergoeding. Maar ook nog over een aantal andere zaken, denk ik. Ja, aan de orde is een aantal dingen geweest. In de eerste plaats de 15 miljoen, hoe we die moeten bekijken. Want nu, dat is natuurlijk toch een aardig bedrag om mee te beginnen. Het is nu aan de regio om op een georganiseerde manier de schade te registreren. En vervolgens het Rijk voor te leggen, zodat we dat gesprek aankunnen. Vindt u het een aardig bedrag, gezien de schade? Nou, het is in elk geval een aanzienlijk groter begin dan, als ik me goed herinner, met de aardbeving. We hebben met de minister gesproken over het feit dat dit nou de tweede keer is in één jaar tijd, januari 1993 en nu, dat de Maas fix overstroomt.
En dat je niet meer kunt zeggen dat dat een incident is. Dat maak je hier in Limburg verder niemand meer wijs. En dat betekent dat er toch aandacht moet worden besteed aan structurele maatregelen. Je kunt dit niet iedere keer hebben. Waar denkt u dan aan? Of waar moeten we dan aan denken? Nou, dan moeten we toch denken aan, aan bedijking, aan mogelijkheden om de Maas binnen de hekken van de Maas te houden. Laat ik is dat het eigenlijk nooit gebeurd? Waarom? Nou, de Maas heeft eigenlijk nooit behoord tot de categorie overstromende rivieren. Er zat een kans, een berekening in. Nou, die slaan we nu al voor honderden jaren, bij wijze van spreken. Hè? Goed, daar hebben we over gesproken. Daar was de minister, zag de helderheid daarvan in. Er wordt een werkgroep geformeerd vanuit de diverse overheidslagen om dat probleem heel snel in kaart te brengen, het niet al te moeilijk te maken en te kijken waar je oplossingen kunt brengen die ook ecologisch verantwoord zijn. Want dijken... Gaat het dus in de richting van dijken? Ja, dan gaat het in de richting van voorzieningen. Welke dat... Zouden we dat in Venlo dan moeten zien? In de stad? Ik denk dat wij toch ook een aantal plaatsen hebben waar we wel met enige voorzieningen toch een eind zouden kunnen komen. Als je denkt aan de Romeinenweg, in Blerik een heel stuk. Dat moet niet al te ingewikkeld zijn. Als je het hier over de stad hebt, praat je natuurlijk over een heel ander verhaal. Want dan kom je toch aan het verhogen van een gigantische hoeveelheid Maasboulevard. Lijkt me niet geheel te kunnen allemaal, maar het probleem wordt in kaart gebracht. En we hopen dat toch in 94 in kaart te hebben, dat we weten wat over hebben. Verandert uw idee over een eventuele toekomst van de Maasboulevard nu met deze ramp? Nou, ik geloof dat wij al een keer op het bruggetje hebben gestaan in januari 93, toen de discussie over het museum nog ging op de kop van de Weert. Ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn met de bebouwing op de kop van de Weert in de huidige situatie. Daarin bent u nog eens gesterkt in die mening. Ik denk dat ik niet de enige ben die daarin is gesterkt door deze overstroming. Wanneer hoorden wij op zijn vroegst iets over plannen om de Maas in de buurt van Venlo te gaan omdijken? Nou, niet overdrijven, hè? Er wordt gekeken naar maatregelen die een beetje structureel zouden kunnen aanvatten. Dat je dit niet iedere keer hebt. Hè. Bij Borgharen, je hebt natuurlijk een heel stuk Maas. Het is niet alleen Venlo, het is over de heel Limburg. En er zijn natuurlijk plekken waar het in feite nog veel ernstiger is als bij ons. Zo reëel moeten we ook zijn. Wel nu, het derde punt waar we over gesproken hebben is de bestuurlijke aanpak. Je moet toch constateren dat het niet voor de kleine gemeente mogelijk is om een rampscenario als dit helemaal goed te beheersen. Dat is op zichzelf helemaal niet erg als de regionale coördinatie maar goed verloopt. Je bedoelt dat Venlo het niet goed aan kan in zijn eentje? Venlo kan het wel goed aan. Venlo is groot zat. Maar je hebt natuurlijk een paar hele kleine gemeenten die ook in grote problemen komen. En die dat dan in beginsel voor zichzelf zouden moeten oplossen. Dat kan niet. Die regionale coördinatie zou eigenlijk nog meer moeten worden versterkt, is ons gevoel. Meer samenwerking dus. Ja, nog sterker op elkaar gericht zijn. Nu even over de ramp zelf hier in Venlo. U als burgemeester, hoe heeft u erop gereageerd? Ja, het is natuurlijk een zeer ernstig gegeven voor de mensen die er mee te maken hebben. Als je ziet wat er gebeurt en je krijgt echt tranen in je ogen. Als je daar in de Roermondse straat, waar net die nieuwe huizen zijn ingericht en dat hele staakje is dat blank, ja, dat zijn toch dat zijn gewoon rampen. Voor de mensen zijn dat echt rampen. Dat is heel vreselijk. Even als bestuurder van de stad, u heeft een noodverordening uitgevaardigd. Mensen kunnen opgepakt worden, auto's kunnen in beslag genomen worden als ze door het water rijden. Maar door het water rijden, dat is toch op dit moment de praktijk in de binnenstad. Hoe moet je er anders doorheen? Je moet er gewoon niet doorheen. Je moet je auto niet gebruiken of hem een end van de stad afzetten. Of in elk geval... Bent u zo belangrijk dat u zegt, ik vaardig zo'n noodverordening uit en ik laat de auto's in beslag nemen? Ja, we vaardigen de noodverordening om twee redenen uit. A, we moeten alles doen om te voorkomen dat er een vorm van ramptoerisme ontstaat. Met die redelijke dagen in het vooruitzicht. Het is voor de bewoners afschuwelijk om die golfslag door de straat rijdende auto's te hebben. Men is buitengewoon brutaal. Afzettingen worden weggehaald, worden omgereden. Het is meer dan afschuwelijk. En je kunt die problematiek niet nog eens verergeren. Daarboven moeten we rekening houden met het feit dat een aantal panden toch verlaten.
verlaten zijn. Hele stadsdelen zijn geëvacueerd. En dat houdt in dat er niemand in mag. Zijn die ook afgezet door de politie? Die zijn afgezet, ja. Zijn er al berichten binnen over een diefstal en inbraak dan? Berichten op dit moment niet direct. Maar je moet beter voorkomen dan genezen. Wat betreft de komende dagen, meneer Van Graafeiland, het water stijgt nog steeds. Hoe groot is de ramp die zich gaat voltrekken voor Venlo? Ik heb voor mezelf het gevoel dat het water nu niet zo gek veel meer stijgt. Je kunt het op een aantal punten zien, dat het ongeveer op het peil staat van een uur of twee geleden. Dus veel ernstiger dan nu zal het niet worden. Maar zodra het water zich terugtrekt, dan komt het grondwater omhoog. En dan begint de ellende ook pas weer goed voor de kelders die tot nu toe droog zijn gebleven. Wat betreft de schade nog even, 15 miljoen door het Rijk toegezegd. Kan de gemeente nog iets doen? Kunt u nog iets doen voor de inwoners van Venlo? Er zal natuurlijk een girorekening worden geopend, maar dat zijn de normale zaken. De schaderegistratie wordt gecoördineerd door het provinciaal bestuur. Dus het gouvernement ontwikkelt een programma. En als het goed is, zal dat aanstaande maandag kunnen gaan draaien. Moet dat bezet zijn en kunnen mensen zich daar vervoegen? Dat zal in eerste instantie zal dat in het zuiden beginnen, omdat die daar eerder van het water af zijn dan wij. Maar zo successieflijk zal de schade toch in totaliteit bekend worden. Volgens dezelfde normen en systeem. Er gaan taxateurs gaan erop om dat te bekijken. Dus dat wordt allemaal heel goed georganiseerd. Ja, en dan is pas eens een beetje bekend wat dat in totaliteit te betekenen heeft qua kosten. En hoe die verantwoordelijkheden liggen. Gesproken over miljoenen schade, alleen al in Venlo. Dat kun je wel zeggen, ja. Ik denk dat het enorm is. Hoe kun je die mensen die schade vergoeden? Het gaat om enorme bedragen. Dan is 15 miljoen van het Rijk toch ook veel te weinig? Waarschijnlijk is dat veel te weinig, ja. Als je rekent op 5000 woningen, met een gemiddelde van 5000 gulden schade. En dan zit ik waarschijnlijk laag. En beide getallen zijn laag. Dan praat je over 25 miljoen. Hè? Daarboven, het is niet te verzekeren. Althans tot nu toe niet. Er ligt wel sinds de aardbeving een verzoek bij Binnenlandse Zaken om daar wat aan te doen. Als ik het wel heb, zijn de verzekeraars er ook mee bezig om daar toch een soort fonds voor in te richten. Maar ik weet niet of dat voor deze ramp gaat gelden. En dan toch even terug naar de vraag, wat kunt u als burgemeester doen financieel voor Venlonaar? Ja, als burgemeester doe je natuurlijk helemaal niks. Hè. De gemeente, het zal vanuit de gemeenteraad moeten komen. Ik denk dat dat een onderwerp is wat we eerst eens in het college bespreken. Gaat u dat bespreken? Als we enig zicht hebben op de effecten. Ik bedoel, of dat over vandaag of morgen is, dat is natuurlijk ook niet zo enigszins. Er zal geen bedrag uitkomen wat zo substantieel is dat we dat iedereen zijn schade daarmee kan dekken. Dat is uitgesloten. Trouwens geen tijd voor een spoedbijeenkomst van BMW over deze ramp? Als we dan daarmee zouden bereiken dat we water terug kunnen duwen. Hè? Maar een spoedbijeenkomst van BMW is de vraag wat daar het nut van is. Ik bekijk dat serieel. Wij hebben een uitstekend georganiseerd crisisteam. Hier wordt het werk verricht. Dat wordt bestuurlijk gecoördineerd door mij. En dat werkt op die manier werkt dat het beste. En daar heb ik eerlijk gezegd op dit moment BMW niet voor nodig. Dan over nu en de komende dagen. Morgen komt er een minister op bezoek in Venlo. Morgen komt minister Ritsen van Onderwijs zich op de hoogte stellen. Komt de Nationaal Territoriaal Commandant en de gouverneur. Die zijn hier om 10:30 en de bedoeling is dat het programma tot een uur of twee duurt. Dat is dus een van de activiteiten die ik heb te begeleiden. Dit type van externe contacten, contact met de gouverneur, aanwezig zijn bij besprekingen op het gouvernement en waar ze gepland zijn, opdat die coördinatie op een goede wijze verloopt. En overigens stap ik met grote regelmaat hier binnen om van de toestand te vergewissen en ook gewoon besluiten te nemen. Doe je ook nachtwerk de komende dagen? Ja, denk het wel. Ik weet het wel zeker. Thank you.
Meneer Van Aperen, de evacuatie in Venlo-Zuid. Hoe is die verlopen vanavond? Hij is nog steeds niet afgerond, maar het gaat goed. De tijd dat we nu bezig zijn, hebben we nu al zeker 150 tot 200 mensen weggehaald. Het is nu donker buiten, dus nu gaat het wat langzamer. Maar de oproep heeft goed gewerkt. Mensen maken toch redelijk massaal gebruik van deze mogelijkheid. Er hingen dus ook lakens buiten overal? Er hingen ook lakens buiten, ja. 150 mensen, hoe zeker bent u dat er geen mensen meer zitten? Het blijft natuurlijk een vrijwillige evacuatie, hoewel het advies heel erg sterk is om wel te gaan. We hebben in ieder geval de indruk dat veel mensen toch besluiten nu, ook gezien de motieven die wij gegeven hebben, om te gaan, ook om daadwerkelijk te gaan. Maar nogmaals, ze gaan niet alleen met de boten eruit, toch veel mensen proberen nog zelf uit te komen en dat lukt dan ook nog wel. Dan spreekt u over een vrijwillige evacuatie. Op sommige gebieden is het ook verplicht. Waarom hier niet? Nou, inderdaad, wij spreken ook echt over een dringend advies. Waar het verplicht is, bijvoorbeeld in Arsen, is de situatie voor het hele dorp natuurlijk wat anders dan in Venlo. Daar is door een dijkdoorbraak het hele dorp ondergelopen. En dan kan ik me voorstellen dat een burgemeester dan iets dwingender wil optreden. Wat betreft het dwingende optreden, er is wel een heel dwingende maatregel wat betreft het rijden met auto's. Nou, niet alleen het rijden met auto's. Het gaat erom dat mensen die niets te zoeken hebben in het ondergelopen gebied er ook niet hoeven te komen. En er is natuurlijk ook een filosofie achter. Op het moment dat je tegen mensen zegt, ga echt weg. Het is beter voor je op dit moment. Moet je ook een zekere vorm een garantie kunnen geven dat ook op een spullengoed gepast wordt. En het verhaal natuurlijk met autorijden heeft ook te maken dat je mensen kunt, het eigendom van mensen kunt beschadigen. Doordat je met die auto golfbewegingen gaat maken. Waardoor het water nog verder binnenkomt of misschien zelfs breuk kan ontstaan. Tot slot, opnieuw, de stand van het water. Wanneer is het hoogste punt bereikt en wat is nu de laatste prognose voor wat betreft dat hoogste punt? 18,40 meter is en blijft de hoogste prognose. Het is nu op mijn horloge 9:50 bijna. We zullen het nu ongeveer moeten hebben. Het hoogste punt. Hoe lang blijft dat zo? Dat is een heel vervelend punt. Het blijft heel lang zo. Het is zogenaamd een lange golf waar we over spreken. Enkele dagen? Nou, in ieder geval meer dan een dag. We hebben begrepen dat in het zuiden van de provincie op dit moment het water maar met 1 à 2 centimeter per uur daalt. Dus daar word je niet echt blij van. De hele kerst staat het hier blank in de binnenstad. Heel veel water gedurende de kerstdagen en nog heel veel werk voor de mensen die hier werken. Want wij moeten hier een touw blijven, ook voor het noordelijk deel van de provincie. Tot zover deze extra uitzending. Hierna kunt u nog kijken naar de uitzending van 6:15. Die wordt nog eenmaal herhaald. Dat duurt wel eventjes, want we moeten hem nog even instarten. Een paar minuten dus. Dan kunt u nog kijken naar een programma van een half uur, dat u om 6:15 ook al heeft kunnen zien. Hiermee eindig ik deze uitzending. U kunt via de Beeldkrant volgen wanneer er weer een volgend journaal zal komen. In ieder geval morgenavond om 6:15, maar de kans is groot dat we eerder komen. Goedenavond. Een dijkje bij de Maasbreeseweg is vandaag doorgebroken. Daardoor nam de overlast in Blerik in ieder geval toe. Verder aandacht voor de kazerne in Blerik, waarover men vandaag besloot ook over te gaan tot algehele evacuatie. En dan een bezoek van minister Ritsen en baron van Voorst tot Voorst van Limburg aan Venlo. Beide heren vlogen samen met burgemeester van Graaf Eiland over het rampgebied. Ze reageerden geschokt. Het water in Venlo lijkt ondanks eerdere berichten over dalend water iets te stijgen. Daarover straks meer en natuurlijk krijgt u van ons het laatste nieuws, de allerlaatste ontwikkelingen. Maar eerst laten we u beelden zien die we eerder vandaag al uitzonden over het bezoek van baron van Voorst tot Voorst en de minister Ritsen van Onderwijs aan Venlo. Die vlogen met een helikopter over het rampgebied. Dat deden wij ook.
Dit zijn beelden vanuit een helikopter live. Ja, dat klopt. We hebben sinds gisteravond een nieuwe faciliteit gekregen met heel veel mogelijkheden. Er is een helikopter van de politie die kan continu overal naartoe gestuurd worden waar wij dat graag willen. En die maakt continu tv-beelden. En zoals we net hebben een melding gekregen uit Arsen waar iemand geëvacueerd moest worden. En we hebben met een helikopter en we konden iemand eerst deze helikopter daar naartoe sturen om de situatie te verkennen. En het was ook heel goed zichtbaar dat toen de reddingshelikopter kwam, was dat de reddingsactie op zichzelf ook zichtbaar. Wat hebben jullie nu voor opdracht? Op dit moment is hij in Roermond, omdat in Roermond hadden ze ook een verkenningsopdracht. En is hij even naar Roermond gevlogen. Dus de snelheid is zodanig dat hij vrij flexibel inzetbaar is. Dit is het gebied boven Roermond? Ja, op dit moment vliegt hij naar Roermond. Is hij naar Roermond gevlogen. Jullie hebben trouwens ook nog laatst nieuws over de kazerne in Blerik. Ik heb net bericht binnengekregen, dat is nog niet gecontroleerd op wat de consequenties daarvan zijn, dat de Frederik Hendrik kazerne in Blerik wordt geëvacueerd. En dat kan consequenties hebben, omdat met name de militairen daar gelegerd, gevoed worden en hun voertuigen ook aftanken. Dus dan moeten we aan de slag om daar een andere basis voor te vinden.
18, de Meijer als Mumbrei. De Meijer als Mumbrei. Nee, lucht op het eind, nee, zijn de vaten en de kanen met hoog water gevuild. Ik mag de kracht in de voer, man. 18, daar is de Wat we nu over hadden, dat was in Gennep. Daar is het op dit moment erg aan het oplopen. En daar hebben we nu een gigantisch probleem, omdat daar kennelijk de dijk echt gebroken is, wat al een tijdje verwacht werd. En het probleem daarbij is dat dan het centrum van Gennep onder komt te staan. Het stroompje de Niers, wat normaal een meter of 10 breed is, ik heb het er straks vanuit de lucht gezien, dat heeft de omvang van de Rijn gekregen onder normale omstandigheden. Dus dat zegt denk ik erg veel. Dus u heeft uw aandacht geconcentreerd op Gennep op dit moment? De aandacht is op dit moment naast het continueren van de aandacht hier in de sfeer van de stabilisatie, nu geconcentreerd op de dingen die komen gaan in Mook en in Gennep. Dat zijn nu de punten waar het nadrukkelijk aan het opkomen is, het probleem. Wat betreft Venlo, de kazerne moet geëvacueerd worden, hoorden we eerder vanmiddag. Is dat inmiddels al in gang gezet? We hebben in ieder geval het personeel wat voor onze inzet op de kazerne is ondergebracht. Dat wordt nu elders ondergebracht. Wat betreft het normale kazernepersoneel? Ik heb geen idee wat ze daarmee doen. Andere zaken wat betreft Venlo en Blerik. In Blerik was een dijkje doorgebroken eerder vandaag. Een probleem bij de Pontianusstraat, inderdaad, maar dat is... Dat is onder controle. Wat was het probleem? Wat zegt u? Wat was het probleem? Water. Er was een dijkje doorgebroken. Er was een dijkje. Dat was een dijkje wat daar een stukje extra bescherming moest bieden. En dat was daar toch nog doorgebroken. Waarschijnlijk onderspoeld. Ik weet het niet exact. Het probleem is hier inmiddels wat minder groot aan het worden, omdat het waterniveau terug aan het lopen is. Mensen hebben het idee in het centrum dat het juist nog wat stijgt. Nee, ik denk dat dat een misvatting is. Het is, ik heb het er straks vanuit de lucht heel goed kunnen zien. Je ziet dat het water echt wat aan het teruglopen is. En dat betekent dat daarmee de druk op een aantal kritieke punten, bijvoorbeeld ook een dijk in hout Blerik, dat het aan het minder worden is. Hè? Die houdt het, dat is nu geen probleem meer. Waarvan men denkt dat ze helemaal geëvacueerd zijn. Dat is wat het is. We krijgen ook signaal. Voor Thomas College blijft alleen de dagsituatie beschikbaar. En we hebben voor noodgevallen kunnen we in de Egerboshal in Blerik, mocht een groot aantal gebruik gaan maken van permanente opvang, hebben we in ieder geval voldoende uitbreidingscapaciteit om aan die vraag te kunnen voldoen. Het is van, en dat zijn al wat warmere streken vaak bekend, dat wat langduriger hoog water met overstromende rioleringen problemen gaat geven in het kader van infectieziekten. In hoeverre is er hier een mogelijkheid dat dat soort zaken zouden kunnen gaan optreden?
U komt daar het eerst mee, maar dan zou ik richting de medische hoek moeten gaan om te kijken of daar inderdaad gevaar voor is. Maar... Ja, de infectieziekten treden vaker bij hoge temperaturen op. Dus wat dat betreft is het, denk ik, het gevaar heel klein. Maar we zullen toch bedacht moeten zijn op enig risico. Heb je enig idee, de weersomstandigheden in aanmerking genomen, hoe lang deze toestand duurt? In Maastricht en omstreken spreekt ze ervan dat maandag de situatie weer enigszins genormaliseerd wordt. Dat zou voor ons dus een paar dagen later betekenen. Maar is dat reëel dat u volgende week woensdag ongeveer dit centrum kunt sluiten? Daar ziet het niet naar uit. Wij denken dat de situatie zoals die nu in Venlo is, in ieder geval tot en met zondag zal blijven. En na zondag zal die heel, heel langzaam zakken. Woensdag lijkt me optimistisch om hier de zaak te kunnen sluiten. Ja. Omans, de plaatselijke politiek heeft zich hier laten informeren over de voortgang van de hulpverlening. Dat is een actieve houding van de politici. Dat is niet zoals ik het hier en daar in de stad beluister. Er is wat kritiek op de politici. Ze zouden zich er te weinig mee bemoeien. Politici hebben vertrouwen in een team dat hier werkt. Wij zijn op afstand overal geweest. Ik zelf ook, andere raadsleden ook. Onze rol komt erna. Wij hebben ook tevoren een rol gespeeld bij het instellen van dit gigantische gebouw met alle mogelijkheden om nu hulp te bieden. Ik ben het er niet mee. Ik ben het er niet mee eens. Wat betreft de situatie hier, hoe vindt u dat de hulpverlening verloopt? Zijn er zwakke punten te noemen, sterke punten? Ik denk, voor zover wij het kunnen waarnemen, dat je kunt alleen maar een compliment uitspreken aan de mensen. Meneer Geraerts, dezelfde vraag aan u. De laatste vraag. Zwakke en sterke punten van de hulpverlening hier. Sterk punt vind ik dat de bevolking van Venlo, ondanks alle ellende, toch een positieve houding blijft houden. Dat de onderlinge samenwerking werkelijk buitengewoon goed is. En dat doet in hoge mate deugd. Ook dat er voor u verder een terughoudende rol is weggelegd? Ja, want wij als raad hebben een crisisstaf ingesteld en die moet je nu laten werken. Op dit moment prevaleert hulpverlening en niet mensen die andere mensen die hulp verlenen in de weg lopen. Wij komen nog aan bod als het achter de rug is om dan goed te zorgen voor de opvang van de mensen, voor de schadeloosstelling en alle mogelijke hulp te bieden. Mevrouw Kuipers? Ik denk dat de rol van de politiek gaat plaatsvinden wanneer de ramp overzichtelijk is geworden, wanneer wij zien wat er van terecht gekomen is. Wat betreft de hulpverlening hier? Alle respect, alle bewondering, want in het crisiscentrum zijn zoveel mensen aan het werken, ieder op zijn eigen terrein en... Ik heb er werkelijk bewondering voor als het hier geregeld is. Het punt van kritiek, de hulpverlening van het leger zou wat langzaam op gang gekomen zijn, hoorde ik. Dat is mij niet bekend, maar ik heb van de burgemeester gehoord dat alle instanties die hier aan hulpverlening doen, dit in perfecte samenwerking doen. En ik denk dat we daar dankbaar voor moeten zijn. Meneer Jansen, de PvdA tenslotte. Geef uw mening eens na een kort bezoekje hier aan de bunker. Nou, ik moet in de eerste plaats zeggen dat... De politici nu maar één rol hebben en dat is zeer ver op de achtergrond te gaan staan. Want wij kunnen op dit moment helemaal niks doen. Voor wat betreft de hulpverlening is mijn indruk dat hier bijzonder hard gewerkt wordt door de mensen die daarvoor in dienst zijn. En ook bijzonder hard gewerkt wordt door een hele hoop vrijwilligers. En daar ben ik ze heel erg dankbaar voor. Zijn er trouwens nog raadsleden die hun huis hebben moeten verlaten? Of ze het huis hebben verlaten weet ik niet. Maar ik weet wel dat... wethouder Dinks en Waterborg in ieder geval door water omringd zijn. En of zij weg zijn, dat weet ik niet. Maar Kuipers, u knikt van ja? Ja, wethouder Waterborg is met zijn familie door een boot uit het huis gehaald en logeert nu bij zijn ouders. En zal helaas zijn hele meubilair moeten vernieuwen, want het staat onder water. Tot verdriet. Maar tot daartoe blijft het beperkt wat betreft de raadsleden. Ja, ons bekend wel, ja. Gaan we hier nog ver... ja. Meneer Vrij die zit natuurlijk daar bij de watermolen, ook helemaal omringd door water. En bij Jacques Bouten, daar klotst het water ook volgens mij tegen de achterdeur op de Baarlofse straat. Dus wat dat betreft zijn er nog wel meer mensen in de raad die problemen hebben met het water. En ook Piet Kempen die heeft problemen met het water, want die woont, als ik het wel heb, in de buurt van de binnenstad.
de sterke punten van de organisatie en de hulpverlening zoals die nu verlopen is. Dat is de goede coördinatie die er heeft plaatsgevonden tussen de operationele diensten en degenen die van extern hulp verleend hebben binnen het Noord-Limburgse. Personeel goed gemotiveerd, goed opgeleid en voor een taak berekend. Ook de materiële voorzieningen. In die omvang en massaliteit hebben wij het nog nooit meegemaakt, maar het blijkt echt goed te werken. En dan wil ik met name een compliment of een veer op de hoed steken van de reddingsbrigade die hier fantastisch werk geleverd hebben in het Noord-Limburgse. Er zijn diverse aantal mensen. Dat zijn mensen uit het hele land geweest. Uit Ameide, uit Egmond aan Zee, Zandvoort. Zelfs mensen uit Leeuwarden en dergelijke. Wat kwamen die doen? Wat hebben die precies gedaan? Deze mensen die hebben voortdurend met de boot heen en weer gevaren voor ondersteuning bij evacuaties en dergelijke. En u heeft net een dankwoord uitgesproken, dus u bent ze heel erg dankbaar voor de inzet. Was het echt noodzakelijk om die mensen te vragen? Ja, op het moment dus dat, omdat wij dus met logistiek bezig zijn, proberen wij dus niet te kijken wat we op dit moment nodig hebben. Maar voor ons is het heel belangrijk om te weten wat we over enkele uren nodig hebben. Nou, dat betekent dus dat wij al voorzagen dat eventueel geëvacueerd zou moeten worden. En dat betekent dus dat je boten nodig hebt. Nou, boten, die zijn op dit moment niet, maar boten, specifieke boten die geschikt zijn om op heel laag water te kunnen varen. Nou, die zijn hier niet voor handen. Die heb je ook niet 1, 2, 3 op de rit. Dus we hebben via contact gekregen met de Koninklijke Nederlandse Bond tot het redden van drenkelingen. En die hebben ons toegezegd dat ze enkele boten, zeg maar hoeveel, nou 10 boten in eerste instantie, die konden ze leveren. Ze hebben wel dan zeg maar een rijtijden meegenomen van 3 tot 4 uur. Nou, dat was voor ons voldoende en we hebben die mensen laten komen. Zandvoort, de Zandvoortse reddingsbrigade. Hoe lang heeft u hier gewerkt? 2 dagen. En wat is uw voornaamste werk geweest? In bootjes zitten, mensen helpen? Mensen helpen uit huis aan hebben, mensen gehaald. We zijn tot vannacht 2 uur bezig geweest. En vanmorgen om 7 weer eruit. Wat indruk heeft het op u gemaakt? Ja, het is een trieste indruk natuurlijk, als je die mensen allemaal uit het huis zou moeten halen. Ja, wat betreft de samenwerking hier van de verschillende reddingsbrigades, hoe is dat gegaan? Onderling gaat het prima natuurlijk, want je hebt toch wel, je komt weer oude collega's tegen en ja, dat is altijd wel goed. Het zit er nu op voor u? Ja, we gaan naar huis. En dan wachten we maar af wat er gaat gebeuren. En als we weer moeten komen, dan komen we gewoon weer terug. Ja? Maar dat kun je ook wel zien natuurlijk. U bent van de politie Amsterdam. U bent hier als vrijwilliger naartoe gegaan. Ja, we hebben ons opgegeven. We hebben gebeld of hier gebruik konden worden. Nou ja, en dan volgens gebruikelijke wegen. In Binnenlandse Zaken is assistentie aangevraagd. Nou ja, zo zijn we gisteren hier gekomen. En dan gaan we weer terug. Wat heeft u als politieagent kunnen doen? Nou, we hebben afgelopen nacht met de jongens van de diverse reddingsbrigades, waar ik vanaf gisteravond, waar ik grote waardering voor heb. Dat gewoon zonder meer, want je komt wel van het leger doet zus en de politie doet zo. En die jongens die staan in feite allemaal belangeloos ervoor. En daar, nou jongens, zo, ja, dat is de Zandvoort. Ze hebben vandaag meegewerkt. Nou, dat is een verhaal apart. Aparte club. Ja, dat is een aparte club, ja. Maar dat trekt me wel, dat komt ook uit Noord-Holland, hè, dus. De opvang van de mensen die dus door de watersnood geëvacueerd moeten worden. Ja, de opvang. Er zijn mensen die met boten uit je huizen helpen, maar jullie doen wat anders. Wij helpen ze ook met bootjes uit de huizen, dus. Ja. Maar, Opvangcentra, ja. Die hebben wij, bemannen wij. Dus de mensen die daar opgevangen worden, die worden daar door ons verzorgd. Ja. Als vrijwilligers allemaal. Hoe lang bent u al in touw? Momenteel ben ik sinds gistermorgen 10 uur in touw. Vannacht? Dan draaien we door, hè. Bent u niet vreselijk moe? Nee. Tot zover deze uitzending. Om 21:15 ziet u nog een extra uitzending, waarin een discussie tussen burgemeester van Graafeiland en de leider van het operationeel team, de heer Bormans. De heer Bormans is namelijk niet tevreden over het functioneren van de regionale brandweer de afgelopen dagen. Waarom niet, dat hoort u straks. En burgemeester van Graafeiland is het er niet mee eens, daarom ook een discussie.